Nijmegen denkt doelen woningbouw niet te kunnen halen. Volop transformatie op het Nijmaterrein en een speciale verjaardagskaart voor 18-jarigen in Wijchen. Er vindt in Nijmegen minder woningbouw plaats dan vooraf gepland. De geplande woningbouwprojecten komen nauwelijks nog van de grond omdat de woningen te duur zullen zijn voor de potentiële kopers. Hierdoor wordt er vaak ook gekozen om projecten niet te starten. In heel Nederland zouden er ieder jaar 100.000 woningen gebouwd moeten worden. Als doel werd gesteld om in 2030 rond de 900.000 woningen te zitten. De provincie Gelderland kreeg de opdracht om in deze periode 100.000 te bouwen. Echter is het nog maar de vraag of dat gaat lukken. Want in Gelderland lopen we nu al achter op schema. Nou, het is ontzettend ingewikkeld om zoveel woningen toe te voegen. En het is ook nog eens best ingewikkeld om ervoor te zorgen dat ze ook betaalbaar zijn. Dus ons doel is ook dat 2/3 daarvan betaalbare woningen zijn. Bijvoorbeeld sociale huurwoningen van corporaties. Waar we dan tegenaan lopen is dat afgelopen tijd de bouwkosten enorm gestegen zijn. Dus materialen zijn duurder geworden. Energieprijzen zijn gestegen en ook de salarissen zijn gestegen. Dat heeft ook te maken met het tekort aan mensen die in de bouw werken. Dus daarom hebben ze ook een hogere prijs kunnen vragen. Dus het is om die reden lastiger geworden om die huizen betaalbaar te houden. Om toch de kosten wat te kunnen drukken, wordt er geregeld alternatieven gezocht om de prijs lager te houden. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van materialen. Door andere goedkopere materialen te gebruiken in de bouw, wordt de prijs van de woning uiteindelijk ook lager gehouden. Nou, je ziet bijvoorbeeld op dit moment steeds meer hout gebruikt wordt in de bouw. Dus dat betekent niet dat het hele huis van hout is, maar dat onderdelen van hout gemaakt worden. Dus dat is een manier, maar ook andere materialen, bijvoorbeeld materialen die ook al eerder gebruikt zijn, worden toegepast. Dat heet ook wel circulair bouwen. Dan heb je eigenlijk twee voordelen in één. Aan de ene kant belast je dus minder het milieu. En aan de andere kant kun je soms goedkoper uit zijn. Toch ziet de wethouder het nog niet zo snel gebeuren dat de doelen van 2030 gehaald zullen worden. We zetten alles op alles om die doelen te halen. Maar ik geef eerlijk toe dat het ook wel heel erg lastig is. Dus we hebben elkaar allemaal nodig. Hè. Dus we hebben de bouwers nodig, we hebben de corporaties nodig. We hebben de ontwikkelaars nodig, we hebben ook Rijk en provincie nodig. Dus in een goede samenwerking proberen we het maximale eruit te halen. Het Nijmaterrein is voor Nijmegenaren niet onbekend. Een culturele broedplaats waar gefeest en gewerkt wordt en waar de laatste tijd ook veel bouwmachines te vinden zijn. Nijmegen is namelijk nog steeds aan het groeien. Hoe staat het er momenteel eigenlijk voor met dit terrein? Wat ooit een kunstzijde spinnerij was, is nu een plek voor tijdelijke ondernemers en wordt straks een bruisende culturele broedplaats. Het Nijmegenterrein groeit snel. Een aanjager van Stichting Fasum, Teun van Tevelen, geeft alvast een kijkje achter de schermen. Ja, ik vind dit een hele mooie plek, denk ik, omdat je hier echt het overzicht hebt een beetje over de Nijmegen. En we staan nu in de Fasum. We kijken hier over de... Eigenlijk het Waalplein heet dat, over de Waal heen, over de Watertoren, die toch wel iconisch is volgens mij. Het is een terrein met een concept, denk ik. Hè. Het zijn allemaal, we proberen allemaal ondernemers hierheen te krijgen. Er zitten er heel veel, wat eigenlijk een soort van pioniers zijn, een plek om te pionieren. Dat maakt dat je hier kan experimenteren, dat je hier dingen tegenkomt die je eigenlijk nergens anders tegenkomt. Op deze plek zit nog geen ondernemer. Je hoort ook echt de leegte door die groep. Ja, er mag nog wat gebeuren hier. Ja, zeker. Nou, er zijn wel op verschillende plekken al opties. Het loopt ook super hard. Maar we zijn nog wel heel hard bezig om er een mooie plek van te maken, zeker. Het Nijmaterrein bevat gebouwen met honderden ondernemingen. Zo zitten er bij de Fasum allerlei creatieve ondernemers. Sporters, maar bijvoorbeeld ook escape rooms. Ja, we zijn nou bij ROX Escape Room. Ik denk wel dat het een beetje laat zien de variëteit wat er allemaal zit, zeg maar, qua ondernemers. Deze zit er ongeveer 3-4 maanden nu. Met Fasum zijn we bijna klaar. We hebben hier aan de andere kant, waar we net op uitkeken, de Nijmegen Makersplaats. En daar zitten echt de meubelmakers, de keramiek, potten en andere voorwerpen die ze maken. En de gemeente dacht van, nou, laten we dit dan omarmen en dit gebied, de Nijmegen, een broedplaats maken. Een plek maken voor creatieve ondernemers. En eigenlijk ben ik daar zelf ingehaakt. Samen met ongeveer 120 andere ondernemers hebben we gezegd van, nou, wij weten wel hoe je dit zou moeten doen. En wat die ondernemers verbindt, is dat ze allemaal pioniers zijn. Samen maken ze dit fabrieksterrein tot een Nijmeegse hotspot. En niet alleen de gebouwen, maar ook de ruimte eromheen.
We maken gaten in de bestaande openbare ruimte. En we laten eigenlijk de natuur weer zijn gang gaan. We laten hem eigenlijk gewoon terugkeren in het gebied. Het is een experiment. We weten niet wat er terugkomt. We weten wat voor soort planten we verwachten. En soms helpen we een handje. Maar eigenlijk mag de natuur weer gewoon de plek over gaan nemen. Buiten wordt het groener. En binnen wordt er al hard gewerkt aan een meubelmakersplaats. En het toffe vind ik hier zijn dus eigenlijk drie eigenaren die dit zelf gekocht hebben. Geld bij elkaar hebben weten te krijgen om dit helemaal te gaan verbouwen. Dat vind ik wel heel tof dat het vanuit onderop gegroeid is eigenlijk. En wat heeft dat voor een effect op deze werkomgeving? Nou, ik denk dat iedereen die hier in de Nijmegen Makersplaats zit, echt onderdeel is van de community, zeg maar. Want, ja, het voelt gewoon heel erg eigen. Nou, we doen aan organische gebiedsontwikkeling, zeg maar. Ik denk dat we hier nog wel 15 jaar kunnen doorontwikkelen, misschien wel langer. Dat maakt eigenlijk niet uit. Dat geeft denk ik de charme aan het gebied, dat als jij de eerste keer komt, denk je, oh vet. Kom je nog een keer en denk je, hey, dit is helemaal nieuw, dat heb ik nog nooit gezien. En zo blijf je verrast worden op de Nijmegen. Ja, als het aan raadsleden Joost Kersten en Dave Herms ligt, krijgen jongeren in de gemeente Wijchen voortaan een speciale verjaardagskaart als ze 18 jaar worden. Op deze kaart komt te staan wat ze allemaal moeten doen als je volwassen wordt. Zo moet je bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, een eigen zorgverzekering afsluiten en kun je studiefinanciering aanvragen. Het is de bedoeling dat de jongeren een fysiek kaartje gaan krijgen en de raadsleden zouden het liefst deze verjaardagskaart samen met de jongeren ontwikkelen. En dan sport, want na de interlandbreak gaat de Eredivisie weer verder dit weekend. En NEC gaat het zaterdag opnemen thuis in de Goffert tegen PSV. De ploeg van trainer Rogier Meijer verloor eerder in Eindhoven met 3-0. En PSV zit niet in een beste flow als het om uitwedstrijden gaat. Waar liggen de kansen voor NEC? Ja, dan kijk je puur naar PSV, bedoel je. Dat zijn uitwedstrijden wat minder gepresteerd hebben misschien. Ja, dat is zo. Alleen, ja, ook zij komen in een fase waarin het natuurlijk heel belangrijk wordt voor hun welke posities ze gaan pakken op de ranglijst. Zij kunnen weinig fouten daar meer in voorloven, dus ik verwacht ook een geconcentreerd en gemotiveerd PSV. Nou, dat zij kwaliteit hebben is duidelijk, maar wij hebben wel vertrouwen in onszelf en in een thuiswedstrijd dat we ze heel moeilijk kunnen maken. Iedereen weer fit, behalve Kelvin Verdonk, die zag ik nog rondjes alleen lopen. Ja, nee, klopt. Dat is de enige die afwezig is. En de rest is iedereen fit en fruitig teruggekomen van die dagen dat ze weg zijn geweest. Dus dat is prettig in deze fase, dat we keuze kunnen maken. Dat we jongens op de bank hebben die iets kunnen betekenen voor ons. En ja, dat is alleen maar fijn. Ja, dan het weer. We moeten nog even een dagje volhouden. Na weer een kletsnatte dag zal het ook morgen nog veel gaan regenen. Maar er zit wel verandering aan te komen. De zaterdag brengt ons vooral regen en motregen met slechts af en toe nog een droog moment. In de avond zal het vervolgens gaan opklaren. Ja, en dan vanaf zondag slaat het weer dan eindelijk wat om. En zal het een vrij zonnige en droge dag worden. De temperatuur moet er wel wat op inleveren. Overdag blijft het nog rond de 10 graden schommelen. Maar vooral de nachten worden weer wat kouder met 2 of 3 graden vorst. Ja, en dit was hem dan weer, het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update. En aansluitend een uitgebreid interview met de oude en de nieuwe burgemeester Van Druten. En wij zijn er maandag natuurlijk weer met een nieuwe uitzending. Een heel fijn weekend en graag tot dan.